Goeiedag heren, daar ben ik weer. Welkom bij Mijnersaving.nl. Nou, leuk dat jullie weer kijken. Zoals jullie weten verkopen wij dagelijkse safety razors, veiligheidsscheermessen. En we krijgen wel eens vragen van klanten. Kan ik ook met de safety razor lichaamshaar mee scheren? Oksels, benen, borst, de intieme zones. Wij adviseren, de safety razor is eigenlijk gewoon gemaakt voor het scheren van het gezicht en de baard. En iets minder geschikt voor het scheren van oksels en benen. En dat komt eigenlijk omdat het scheermesje wilt aan de zijkant nog wel eens een klein beetje uitsteken. Je ziet ook wel dat de scheerkop, het zijn behoorlijke scherpe hoekjes. Dus dat is voor onder de oksels of de intieme zones niet heel erg handig. Maar goed, we krijgen die vraag. Mühle, Duitse fabrikant van luxe scheermessen en scheerkwasten, heeft sinds kort een nieuwe safety razor ontwikkeld. Een nieuw innovatief ontwerp van de safety razor. En dat is de Mühle safety razor Companion. Het is een mooi mes. Nou, wat je ziet is sowieso een wat langer handvat vergeleken met de gewone safety razor, zoals je hier ziet. Ja, nou, lang handvat is natuurlijk handig voor het scheren van de benen. Ja, met een lang handvat kun je beter onderin bij de benen scheren. Ja, dus dat is natuurlijk wel slim bedacht van hun. Maar het innovatieve zit hem eigenlijk in de ontwikkeling van een nieuwe scheerkop. Je ziet, deze scheerkop heeft mooie afgeronde hoeken. Ik laat het even zien met een gewone safety razor. Ik hoop, kun je een beetje zien. Dit is de Mühle Companion met afgeronde hoeken. En dit is de gewone safety razor met gewoon scherpe hoekjes. Dus dit is veel handiger voor het scheren onder de oksels of voor de intieme delen. Nou, wat ook mooi is, dat laat ik even zien, ik schroef het even eraf. Is dat het scheermesje, en ik laat het even hier zien. Het scheermesje wat je hierin legt. Zit mooi veilig opgeborgen in de scheerkop. Dus het is een milde scheerkop. En het scheermesje is aan de zijkant veilig opgeborgen. Dus aan de zijkant steekt het scheermesje er niet uit. Dus nogmaals, het gaat om mooie afgeronde hoeken. Het is een mild scheermes. En de zijkant van het mesje zit helemaal opgeborgen in de scheerkop. Nou, hierdoor is dit scheermes geschikt voor het scheren van lichaamhaar, de benen, de armen, onder de oksels en de intieme zones. Slim ontwerp. Er zit ook een touwtje aan, dus je kan hem ophangen in de badkamer. Heb je altijd je scheermes bij de hand. Als je nog meer wilt weten, ga je gewoon naar onze website, mijnersaving.nl, mijnersaving.be. En dan vind je alles over dit mes. En als je nog meer vragen hebt, kom je gewoon anders langs in ons showroom. Kan ik je hier het nieuwe scheermes laten zien. Zo heren, dat was het weer. Tot de volgende keer.